Het afgelopen weekend werd Rockstar gehackt. Duidelijk GTA 5. Nee, GTA 6 zelfs. Um, 3 gig, 90 videobeelden. Sourcecode van GTA 5, GTA 6. Allemaal in handen van een hackerscollectief. En je weet het, ze hebben geld gevraagd. En anders flikkeren ze gewoon die hele boel op het internet. Dat hebben ze in ieder geval gedaan met de beelden. Een hoop imago schade. Ik denk ook een hoop schade aan de game. Maar daar gaan we het apart volgende week nog een keer over hebben. Want ja, de beelden waren allemaal. Ja, het zag er niet heel tof uit. Maar dat is, dat is allemaal te verklaren. Alleen ja, gamers kijken dit. En die gaan niet nadenken van. Oké, okay, maar misschien is het nog vroeg in de proces. Die weten niet hoe een development-proces in elkaar zit. Dat, dat eigenlijk de graphics pas op het end worden gemaakt. Dat het meer het uitproberen is van AI. Of van de manier hoe je beweegt met je characters. Maar goed, de schade is daar fix. En toen dacht ik bij mezelf: Oké, okay, doe. Ze noemen dit de grootste hack aller tijden. Is dat dan ook zo? Is dit echt het allergrootste lek wat we ooit hebben meegemaakt?. als het gaat om de videogames-industrie. En dan is het natuurlijk gewoon tijd voor een werkstukje van mij. Uh, ik heb gewoon even gekeken. Een beetje de historie erbij gepakt. Nou ja, die, die lekken die komen dus eigenlijk pas als internet. en een beetje snel internet echt gemeengoed is geworden. En mensen dat ook lekker online kunnen knallen. En ik heb een aantal best wel vette hacks en leks heb ik uh, kunnen vinden. En er zitten best wel een paar schokken erbij. Er zitten er een paar bij van die ik me niet meer kan herinneren. Er zitten er een paar andere bij die ik me wel heel goed kan herinneren. Dus laten we gewoon even samen door de tijd heen lopen. En ik begin in 2003. Dat is 20 jaar geleden. Toen was ik nog een jonge man, als het ware. En uh, toen was ik eigenlijk helemaal in de ban van alles wat met Half-Life te maken heeft. Half-Life, voor mij nog steeds top drie... Beste FPS ooit gemaakt als het gaat om singleplayer. Ik denk een van de belangrijkste, misschien wel belangrijkste shooters ooit gemaakt. Want je weet het, uit Half-Life is uiteindelijk ook Countstrike voorgekomen. En Half-Life 2 in 2003. Um, die hele game, de hele game is voordat de game uitkwam gelekt. Het was een niet zo'n vroege versie als wat je nu hebt gezien bij GTA 6. Het was eigenlijk al wel een redelijk... Versie. Uh, het is ongeveer een jaar voor zijn release uitgekomen. Je kon de game eigenlijk spelen. En wie had, dan, wie had dat dan gedaan? En dat is interessant, want als je dit werkstukje straks helemaal uit hebt gekeken, dan zul je zien, dan zul je merken dat je verschillende soorten hackers hebt. Je hebt hackers die het doen om het geld, je hebt hackers die het doen om de faam, je hebt hackers die het doen omdat ze bij het bedrijf werken en fucking gefrustreerd zijn met hun baas en als soort van wraak een hack plegen en je hebt hackers, zoals dit geval de Duitser Axel Gembe, want we weten exact wie het is, die gewoon, uh, hij wilde meer informatie hebben over Half-Life 2, hij had zoiets van, Fat, ik, ik wil meer weten over die game. En in plaats van een normaal mens dat je dat gewoon pikt en neemt als een man of een vrouw en dan vervolgens gewoon wacht tot de informatie gegeven wordt, dacht hij, fuck it, ik hack, ik... Pak gewoon de versie die ik daar zie en ik flikker hem gewoon helemaal online. Althans de beelden dan. Hij heeft hem ook aan een vriend gegeven, de source code. En die vriend zei, ik wil gewoon alleen even kijken hoe het met die source code in elkaar zit. Uh, en ik doe er verder niks mee. Maar die vriend is een leuke vriend, want die heeft die source code online gegooid. Dat was wel een dingetje. Dit was echt een grote hack. Aan de andere kant, 12 miljoen stuk zijn er verkocht van Half Life 2. Wat in die tijd gewoon echt zeer succesvol Was. Dus het, in die zin zou je kunnen zeggen dat het geen al te grote schade heeft toegebracht. Oh, ja, je weet natuurlijk ook niet, als dit niet was gebeurd, of ze het misschien wel 14, 15 of 16 miljoen hadden verkocht. Maar in ieder geval 2003, eerste grote hack. 2011, een andere game. En weer een hele andere hack of lek. Uh, het gaat hier namelijk over Crisis 2. Een maand voor de release date uh, is. De hele game met daarbij multiplayer mode. De online moeilijk authentic woord authentication keys. Oftewel, waarmee je dus gewoon die game ook kan spelen. Alles stond online op de befaamde torrent sites. En mensen konden het spelen. Het was buggy. Het was nog absoluut niet af. Maar het was wel speelbaar en je kon helemaal tot het end doorspelen. Um, uiteindelijk is Crisis 2 in dat jaar de meest gepirate game van, ja, van dat jaar geworden. En in die tijd was dat echt nog wel een dingetje. Vandaag de, de dag console games zijn niet meer zo makkelijk uh, op een torrent site te zetten. PC wel, maar in die tijd was het nog wel heel makkelijk om PlayStation games, Xbox games, PC games allemaal op torrent sites een levendige handel. En deze game is eigenlijk gewoon helemaal kapot gehackt en kapot gemaakt door dat hack. Na alle waarschijnlijkheid, ze hebben nooit uitgevonden wie het dan gedaan heeft. Maar naar alle waarschijnlijkheid is het gewoon een werknemer geweest van Crytek of EA. Nou, dan ben je gewoon een grote boel lul als je dat je collega's aandoet. Um, gaan we naar een volgende. Het is niet echt een game. Maar dit kan ik me nog wel herinneren. En het is 2011. Dat is dus 11 jaar geleden. Dat is echt lang geleden. Maar in 2011 werd PlayStation Network gehackt misschien zijn er mensen die het kunnen herinneren waarom kun je het dan herinneren omdat het eigenlijk dat het ervoor gezorgd heeft dat dat die hack dat een maand lang een maand lang playstation network eigenlijk niet fijn toegankelijk was je kon een maand lang niet online kun je je dat voorstellen bij wijze van spreken dat Call of Duty straks uitkomt. En je kunt een maand lang die game niet spelen op PlayStation Network. Het was een gigantische uh, hack. 80 miljoen gebruikers van PlayStation Network. Alle hebben en houden lag op straat. Uh, er werd data van gejat, et cetera, et cetera. Uh, dit was echt een ding. Hier, hier heeft Sony heel veel last van gehad. Ze hebben boetes moeten betalen. Ze hebben een ander beveiligingssysteem in werking moeten zeggen. Ze zijn echt plat. Op hun bek gegaan. Het is Microsoft ook een keer overkomen. Het is Nintendo ook overkomen. Maar PlayStation, een maand lang hadden ze hier gewoon last van. En bij mijn weten, hebben ze nooit weten te vinden wie, dit soort, uh, wie deze hack heeft gepleegd. En ja, dat geeft ook wel weer aan uh, hoe, moeilijk, hoe professioneel dit soort. Jongens, zijn. je ziet het met die Alex Gamber van Half-Life 2. Dat is dan meer een gamer uh, die boos is. Die zijn wat knulliger, maar dit soort professionele hacks. Um, ja, die jongens die snappen het spel. En de politie of justitie heeft gewoon personeel wat minder slim is. dan uiteindelijk de hackers. Het is een kat en muisspel waarbij uh, de kat nou in dit geval niet heel erg in het voordeel is. Dan 2011, zelfde jaar. Um, dit weet ik namelijk ook nog wel. Een early build van Mass Effect 3, hoppakee, gelekt op Xbox Live. En uh, dataminers gingen gewoon meteen hoppakee die code in. Die zaten er overal te grasduinen. En uh, die hebben eigenlijk gewoon het hele script naar boven weten te halen. En je weet het bij dit soort games, als je de verhaallijn, het script online staat en mensen kunnen het lezen. Waarom zou je dan die game nog gaan spelen? Want dan weet je hoe het afloopt en we weten allemaal Mass Effect 3 had een klote einde. Nou, dat einde werd toen eigenlijk al een beetje voorgehouden. Dus dit heeft ze wel echt een hoop schade toegebracht. Want mensen begonnen meteen te klagen. Mensen hadden al meteen de idee: dit gaat niet tof worden. En als dat zaadje eenmaal geplant is in iemands hoofd. dan krijg je het niet zomaar uit. Dus uh, Crisis 3 en EA en Bioware hebben hier heel erg veel last van gehad. Uh, of dit nou gehackt is, of dat mensen bij Xbox Live gewoon niet goed de bol versleuteld hadden. Dat is hier een beetje onduidelijk. Ik denk niet, dit is niet echt een hackercollectief. Dit is meer van: hé, hey, wow, er is een, een fout. En mensen maken daar gebruik van. En ik snap het een beetje. Ik probeer altijd dit soort shit niet te lezen. Aan de andere kant ben ik journalist, dus moet ik soms wel. Maar het is moeilijk. Als je ergens op verheugt en het staat al online. en je kunt daar al een beetje zien wat er gaat gebeuren. Ja, dan moet je toch wel weer van goede huizen komen om dat niet te gaan bekijken. Gaan we naar een. Andere hack, 2012 League of Legends van Riot Games. En um, dit was een hack uh, gedaan door mensen die zoiets hadden van: weet je wat? We gaan uh, uh, de mensen die, die Legends spelen, die gaan we gewoon eens even het leven helemaal zuur maken. En dat deden ze met uh, 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 DNS-aanvallen. Uh, dat deden ze. De uh, 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 private information, dus de informatie van honderdduizenden spelers was gestolen uh, daar, met dat geld uh, met, met met die hack konden ze bijvoorbeeld alles wat ze bij elkaar hadden gespeeld hun hun, hun legends en en alles erop en doorheen haalden ze allemaal weer weg waardoor die mensen niks meer hadden het, het was het was een grote dit was dan nou echt een kut hack Ik bedoel alle hacks zijn kut maar dit was gewoon echt nasty niet om bijvoorbeeld de publisher te schaden maar meer de spelers te schaden en daarmee natuurlijk ook indirect de publisher, want mensen speelden daardoor uh, eventjes niet League of Legends. Riot Games, het heeft een tijd geduurd voordat zij gewoon al deze shit oké okay hadden. En uh, mensen gewoon weer veilig uh, konden gaan spelen. Wat, wat, wat moet je dan meestal doen? Dan moet je weer oproepen om een nieuw password te nemen, et cetera, et cetera. Een nieuw, nieuwe login. Het is een hoop gedoe, weet je wel. Je wil het niet. En voordat je al die mensen hebt bereikt... Ben je ook alweer een tijdje verder. Maar goed, inmiddels is het weer goed gelukkig. League of Legends is nog steeds massive popular. Dus uh, het, het, het is niet de ondergang geweest. Maar het, ik, ik vond dit, dit was wel echt wel een vervelende, een vervelend lek. Ik bedoel, een beetje gamertje pes, pa, pesten, wilde ik zeggen. Goed, 2013. Blizzard, Starcraft, Wings of Liberty. Uh, de expansie, gewoon had ze gelekt. Video met het einde van deze game erbij. En um, dit is een lek die ervoor heeft gezorgd... dat op dat moment Blizzard besloot van... fuck, weet je wel, we gaan hem pas over een paar maanden releasen. Het einde ligt nu op straat. Die game is af, dus we kunnen dat niet zomaar veranderen. Nou, oké, okay, dan, dan moeten we de release maar naar voren halen. Dat klinkt heel simpel... Maar dat is het niet. Want je hele PR-traject is opgebouwd uit stukjes. Dat is allemaal... Dat moet een, een solide traject zijn. En dat hele traject is nu weg. Want het moet opeens... Hoppakee, uh, dan maar uitgegeven worden. Daar loop je gewoon inkomsten mee mis. Want minder gamers gaan deze game kopen. Uh, ook omdat het natuurlijk al... Weet je, de singleplayer-game helemaal verraden was. En er zijn er toch veel games die StarCraft spelen... Vanwege de singleplayer of skirmishes. En uh, ja, ook hier nooit... Eracht gekomen wie het was. Dan uh, deze kan ik me ook nog herinneren, dames en heren. The Witcher 3 2014 hebben we het over. Um, gigantisch lek, omdat uh, een van de werknemers uh, die werd gehackt en zijn hele Google Drive, je weet wel. Online, Google Drive. Dan kun je dan gewoon al je documenten opslaan. En dingen die je doet. Handig van Google Drive is dat jouw collega's kun je uitnodigen. Dan kun je samen uh, een document bewerken. En daar staat, uh, ja, gewoon uh, het verhaal. Uh, welke vijanden, welke quests, welke subquests. Uh, er zaten zelfs de notes in van de Boop Physics. Dat weet ik ook nog wel. Uh, en de meerdere eindes die deze game hadden. En je krijgt dan altijd dat, uh, ja. Wij proberen dat dan gewoon niet te publiceren. Want het is gewoon een beetje spoilen. Het is een beetje boelspoilen. Boel spoilen. Maar er zijn altijd mensen die het wel op internet gooien. Wel op social media gooien. Dus het verpest een hoop. En dit was voor um, CD Project wel eventjes uh, zweten. Maar, je weet het, The Witcher 3. Fantastische game. Dus je ziet als de game maar fantastisch is. Als die echt goed wordt. Dan kan die zo'n nee, uh, zo hack met al die negatieve. Uh, 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 aspecten die er aan zitten, kan het overleven. Als de game maar echt goed is, is die niet goed. Of voelen mensen al dat die niet gaat, goed gaat worden, omdat het zo dicht bij de release-data wordt? Dan heb je wel een probleem. Dan 2020, IA. Uh, en uh, ja, ook da ja, alle data gestolen bij IA. Dat was meer een IA-lek met, met data van hun games, uh, data van. Mensen die online stonden en uh, de hackers gaven aan van wij hebben jullie data. Maar je kunt ze terugkrijgen als je even de portemonnee trekt. En EA heeft dat niet gedaan. En ik heb niet kunnen vinden bij dit soort hacks dat een publisher dat wel heeft gedaan. Althans publiekelijk heeft gemaakt dat ze dat gedaan hebben. EA deed het niet. En daarmee, uh, ja... Vervolma nee, ja, ik bedoel, uh, voerde de hacker zijn dreigement uit. En de dreigement is, ik flikker dan alles gewoon lekker zo hoppakee op het internet. En uh, ja, de, de EA heeft dat risico genomen. Het bedrijf zegt dat ze er uiteindelijk geen schade aan hebben uh, geleden. Maar het is, ja, complete source code, al dat soort shit. Uh, gewoon foetsie. Uh, het, het is nog wel een dingetje... Uh, maar uiteindelijk uh, ja, heeft EA er, nou, eigen zeggen, geen schade aan gehad. Capcom is dat namelijk ook overkomen. Ook in 2020 het hele release-schema. Uh, en deze kan ik me wel weer heel goed herinneren. Met alle games voor de komende vier jaren. Alle games voor de komende vier jaar waren daarin minieutjes uitgeschreven. En alles lag op straat. Ook hier weer geld geëist. Hebben ze niet gekregen. En hoppakee, het internet op. En het is goed kut. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen: van ja, maar die, die games heb je niet gezien. En dat dat niet doet. Het feit dat je allemaal al weet wat er gaat uitkomen. Uh, wat de verhaallijnen daarvan zijn. dat is gewoon niet tof. Want je hele PR-traject waar publishers miljoenen euro's in stoppen. Is gewoon compleet verneukt. Dan gaan we naar uh, nog een keer 2020. 2020 was blijkbaar het jaar van het lekken. Uh, mensen hadden blijkbaar helemaal niks te doen wat ze thuis moesten zitten. Het gigalek. Het gigalek bij Nintendo. Uh, dit is weer een, een hele aparte. Ook hier een hacker die. Uh, allerlei informatie, gegevens, data van oude Nintendo games. Dus niet van nieuwe Nintendo games, maar van oude Nintendo games. De oude Mario's en de Pokémon's, allemaal naar binnen wist te hengelen. Vervolgens tegen Nintendo zei: Ik kan het allemaal naar buiten flikkeren. Maar je moet betalen. Nintendo zei: Ik ga het niet betalen. En hij heeft dat vervolgens allemaal naar buiten geflikkerd. Heeft het schade opgeleverd? Nou, niet direct. Want het ging om oude games die al uit zijn. Maar wel allerlei verhaallijntjes die niet zijn gebruikt. Uh, characters die niet zijn gebruikt. Uh, fragmenten uit games die niet zijn gebruikt. Al die shit is online gekomen. En dat zijn niet altijd de meest positieve dingen. Dus Nintendo was hier niet blij mee dat dit uh, gelekt was. Nintendo is super, super uh, Fort Knox als het gaat om dit soort gegevens. Ik kan me nog een keer herinneren dat op First Look er een cartridge was gestolen, uh, s'nachts. Dus nee, overdag. Uh, ja, daar hadden we soms mee te maken dat uh, maloten die dus serieus een rugzak bij zich hadden, met daarin gewoon een zo'n uh, ja, zo, zo, zo zo knipschaar. En dan vervolgens, uh, dan gingen ze gewoon naar zo'n stand toe. Daar hing dan een DS. Wat ze dan weer niet weten, want zo slim zijn ze niet dat het een. Uh, een, 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 een development kit was. Dus je kan daar gewoon geen normale games in doen. En dan knipte ze gewoon, want die dingen zitten altijd met ijs, met een ijzerdraad vast. Die knipte ze gewoon, hop, los. En vervolgens namen ze die mee. En daar zat dus een cartridge in van een game die nog niet uitgekomen was. Nou, de pleur is blak uit. Um, de volgende dag op zondag. Stonden er gewoon daadwerkelijk mensen van HQ, Nintendo, uh, Japan of Frankfurt die daar zitten? Die kwamen hier naartoe. Um, het personeel van Nintendo Nederland is behoorlijk allemaal ondervraagd hoe en wat dit had kunnen gebeuren. En ik, ja, ik weet ook nog wel dat ze echt flink online zijn gaan zoeken. Want over het algemeen zijn dit gewoon kneuzen die dan zo'n DS. die weten totaal niet wat ze in hun klauw hebben. Dus die zetten het op marktplaats. En ik dacht dat ze het uiteindelijk weer op marktplaats hebben terug kunnen kopen, omdat. ja. Die man niet wist dat hij iets had. Uh, dat er überhaupt een game in zat. Hij dacht gewoon: Ik heb een DS en die kan ik verkopen voor 100 euro. Nou ja, tof. Weet je wel. Leuke, uh, leuke dag heb je dan gehad. Uh, maar Nintendo was hier niet blij mee. Dan 2020. Ja, deze kan iedereen zich herinneren. Hè? We komen nu een beetje in onze tijd. De, 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 en de, ja, goed, dag van gisteren. The Last of Us 2. The Last of Us 2. Het plot en een aantal beelden kwam online te staan. En dat heeft heel veel gevolgen gehad. Deze, dit lek heeft heel veel gevolgen gehad. Ik bedoel, The Last of Us 2 heeft zeker nog gewoon commercieel het goed gedaan. Maar, je kan het allemaal herinneren... Woke... Ja, we kregen, we kregen gewoon een hoop woke dingen te zien, weet je wel. Uh, het lesbische aspect en weet ik allemaal wat. Al die zaken, die zaten er allemaal in. En daar kwam een hoop ophef over. En die ophef was er ook gekomen als we dit niet voortijdig hadden geweten... maar dan was hij bij launch gekomen. Dan hadden mensen hem mogelijk al gekocht. Nu heb je een groep mensen gehad... die gewoon zoiets hadden van... ja, maar deze shit hoef ik niet te zien. Uh, mijn game wordt verneukt. Uh, ik ga hem niet meer kopen. Dat... daar hebben ze schade aan uh, geleden. En Neil Druckmann heeft onlangs een tweet online gezet... waarin hij zei van... hey, Rockstar, kop op, weet je wel. Wij hebben het ook gehad... en we zijn er ook overheen gekomen. Het zal allemaal wel... Maar je gaat schade opleveren. Het levert altijd schade op. Je kunt alleen niet kwantificeren hoeveel het is. Want ja, hoe moet je dat doen? Moet je de hele wereld iedereen gaan vragen? Had je hem dan wel gekocht? Als je dat niet had geweten, weet je niet. Maar dit heeft absoluut schade opgeleverd. Want. Uh, er waren een hele hoop mensen boos op. Uh, de video's werden gedown. Uh, ja, weer een beetje, Duimpje naar beneden. Al dat soort dingen. Het had absoluut gevolgen. Dan weer CD Projekt Red. En weer Cyber. Dit keer was het Cyberpunk 27. Na de launch. De launch die al dramatisch was. Je weet het wel. Buggy as fuck. Uh, werkte niet op de Xbox One. En niet op de PlayStation 4. Uh, de, de refunds. Uh, PlayStation die zeiden dat die game niet verkocht moet worden. En toen kwam er ook nog eens een, keer een hek overheen waarin gewoon allerlei data werd gestolen. Uh, de source code van de Red Engine werd gestolen. Een uh, aantal games, de source codes werden gestolen. Uh, ja, legal documents, human resource, finance. Ik bedoel, de hele toko werd gewoon leeggetrokken. En uh, ja, ook hier weer. Als je geld betaalt, dan kun je het krijgen. Mm -mm de Project wilde niet meewerken. En uiteindelijk is alles op internet geflikkerd. En gaat het er dan nog maar eens een keer van afhalen. Gaat je gewoon niet lukken. Gaan we naar. Uh, ja, dit is wel grappig. Dit, dit, dit is dan eigenlijk tijdloos. Dit is volkomen tijdloos. Want Ubisoft, dames en heren, is toch wel de koning van de leaks. Ik bedoel, zo'n beetje, elke Assassin's Creed is gelekt. Dogs is gelekt. Gelekt. Uh, ik kan een aantal grote leaks Ik bedoel, Assassin's Creed Syndicate is daar een van. Uh, die, die hele game die stond min of meer al met eindes en, en, en erop en eraan. Stond allemaal online. En dan nou vraag je je af, ja, maar waarom dan bij Ubisoft? Waarom gebeurt het daar dan zoveel? Nou, daar heb ik ook even nagekeken en over nagedacht. Eigenlijk is dat wel logisch, want Ubisoft is een bedrijf wat. ...ongelooflijk veel studio's heeft. Wereldwijd. Van India tot Amerika. En van China weer tot aan Frankrijk. Ze zitten overal. En heel... En zo'n Assassin's Creed wordt vaak door meerdere studio's... Uh, 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 ...wordt eraan gewerkt gelijk daar. Dat betekent dat al die data... ...die gaat over internet heen en weer. Want het gaat echt niet met een postduif. En dus heb je gewoon kans... Op plekken. Die is daar gewoon vele malen groter dan bijvoorbeeld een Nintendo. Wat gewoon veel meer een groot. Ja, uh, allemaal in een soort vanzelfde plek zitten. Uh, ja, bij Ubisoft gebeurt dat gewoon constant. Alles wordt. Gewoon gelekt. Laatst is er ook weer een lek geweest. Toen wisten we alle games al van tevoren. Uh, van de UB Forward. Nou, dat bleek dus van een niet al te bijste slimme YouTuber te komen. Die dacht van, ik ga gewoon lekker lekken. En daar ga ik een YouTube kanaal van maken. Lekker geheimzinnig. En daar ga ik dan lekker veel mensen mee trekken. En dan kan ik weer extra geld verdienen. Alleen die Flapdol, die had dus vergeten dat toen hij antwoordde op een vraag van iemand uit de community. Om uh, niet, zeg maar, de, de, ja, te antwoorden vanuit het... Geheime YouTube-kanaal, maar vanuit zijn eigen YouTube-kanaal. En toen wist de hele wereld wie het was. Want deze man gebruikte gewoon eigenlijk dingen die hij wist. Vanwege uh, het NDA. De NDA die hij had, die misbruikte die. En uh, die zorgde ervoor uh, uh, dat hij deze uh, uh, ja, zaken online kunt zetten. En dat betekent gewoon dat deze man gaat. ...heel veel geld waarschijnlijk moeten betalen. Want als je een NDA tekent... ...ik moet het ook doen... ...daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Het zijn zes pagina's met allerlei dingen... ...waarvoor je libel kunt wezen. En um, ja, deze man heeft gewoon... ...het is echt gewoon fucking dom dat je doet. En waarom? Waarom? Voor een paar meer kijkers en dan verdien je een paar honderd dollar. Terwijl die nu waarschijnlijk gewoon tienduizenden dollars aan zijn boek krijgt. Goed, anyway. Hij moet het zelf weten. Uh, 2021. Electronic Arts. Uh, ja, ook weer giga 780 gigabyte aan data. Hè? 3 gig was Rockstar. Dit is 780 gigabyte aan data. Van de Frostbite engine tot games tot whatever. Alles ook weer naar buiten. Dus de tweede keer ook hier weer de hackers hebben IE gebeld zeggen van we hebben alles we kunnen het online zetten et cetera, maar je moet betalen hebben ze weer geweigerd uh, en uiteindelijk alles al die data is vervolgens weer online geflikkerd en is dan weer te downloaden vraag ik me af waarom zou je games die niet af zijn willen downloaden maar goed er zijn mensen die dat willen um, ook hier weer een hoop Ellende en, 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 en informatie die je wil bewaren voor je eigen PR-traject. Allemaal was het gewoon oud in die open. Heeft ze zeker wel schade on, uh, gegeven. Terwijl IA zelf zegt dat het allemaal wel meeviel. Maar ja, wat moeten ze anders doen? Hetzelfde wat Rockstar nu zegt, want we komen nu aan in 2022 en we hebben natuurlijk het grote. Rockstar Lek, GTA 6 en uiteindelijk ook nog eens een keer 2K23. Hè? Daar is dan weer niet data van gestolen, Maar door de hack konden mensen uh, mailtjes sturen vanuit de mailserver van 2K. Waarin ze bedelden om op een linkje te klikken. En dat doen mensen dan, want het is een officiële mailkanaal waar ze wel vaker mailtjes van krijgen. En op een keer, dan werd hun virtual currency gewoon even uit de portemonnee getrokken. Um, ja, een, een, een hoop belenden allemaal bij elkaar. Terwijl hier in de studio even het licht aan je gaat. Als het ware dat de god van, dat uh, 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 van, van nou, misschien een soort van uber-hacker hierboven zit. Die zoiets heeft van, uh, ik kijk mee en ik moet hier om lachen. Nou, ik vind het zelf allemaal niet zo om te lachen. Uh, dit, dit zijn maar een paar voorbeelden van grote leaks en hacks. En ik denk dat we dit nog veel vaker, helaas gaan meemaken. Steeds meer mensen, uh, de, weet je wel, studios die met elkaar werken, mensen die thuis werken, het wordt steeds kwetsbaarder. En heel veel bedrijven zijn toch over het algemeen toch nog steeds heel erg lui als het gaat om de beveiliging van hun producten. Uh, als je 780 gigabyte aan data zomaar kan wegtrekken, dan heeft IE toch echt even niet iets goed gedaan. Of ze hebben systeembeheerders in dienst genomen die net van de kleuterschool zijn gekomen, maar dat is niet goed. Het is wel vervelend. En Aankomende week hebben we een discussie over van, ja, hoeveel schade dit soort leaks nou heeft voor de game. En kunnen gamers niet gewoon beter bekijken wat voor een, ja, beelden ze zien? En dat ze dat wat beter kunnen plaatsen. Want is dit nou daadwerkelijk ook representatief voor de game die je straks gaat spelen of niet? Maar goed, daar gaan we een apart item over maken. Um, ja, dit was het einde van mijn werkstukje. Er is dus een hoop gehackt en dan gaat helaas. Denk ik toch nog een hoop meer gehackt worden.